Waar ga jij vandaag aan de slag? Vanuit de turfkooi. En dan aan de nieuwe visiteur. Waar gaat de rit naartoe? Nieuwe klusjes weg. Oké, dus niet zo ver rijden toch? Ja. Mooie klus of niet? Mooie klusje, ja. Ja. Marco en Hans Geldof, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, ik was alweer, ik denk, nou, ik kom hem zo tegen 7:30, dan zie ik alles gebeuren, maar dan is iedereen eigenlijk alweer weg. Hè? Iedereen is weer gevlogen, ja. Ja, het is eigenlijk 7:00, komt iedereen hier binnen en om 7:30 rijdt iedereen naar de klus toe. Ja, ja. Klopt. Ja, ja. Nou ja, en, ik heb gisteren al een soort voorproefje gedaan van de geschiedenis van jullie bedrijf. Ik ga terug tot 1870, dus het is echt een familiebedrijf. Hè? Door wie is het begonnen? Een paar generaties geleden, de opa van mijn opa. Ja, dat is toch buitengewoon. Dus jullie zijn eigenlijk de vijfde generatie dan? De vijfde generatie, ja. Ja, ja, dat is buitengewoon, hè. En het floreert nog steeds, hè. Jullie hebben nog steeds je werk. Ja, steeds alive and kicking. Ja. Ondanks de corona. Behalve bestratingen, wat doen jullie nog meer? Rioleringen, grondwerken. Ja, soms ook wel waterwerken, ook al in het verleden gedaan. Ja. En hoe hebben jullie het verdeeld? Ja, jij bent meer van het kantoor en jij bent meer van de werkvloer. Zeg ik het dan goed of ga ik dat te kort door de bocht? Dat klopt helemaal. Ja? Ja, want ik zag jou er net ook al op die kraan. Ja, daar kom ik ook vandaan oorspronkelijk. Ja? Ja, klopt. Ja? Maar betekent dat jij helemaal nooit op de kraan zit of kan jij het gewoon ook allemaal? Ik kan ook op de kraan zitten, ja, maar ik kan andere dingen beter. Hij kan ook andere dingen weer beter. Ja. Dus ik ben daar gauw van afgestapt. Wat heb je dan op het moment bijvoorbeeld lopen? Want op de turfkaai ben je heel zichtbaar in de binnenstad van Middelburg, maar wat loopt er nog meer zoal? Vlissingen hebben we nog een groot werk, woonrijk maken, Schelderwijk. Oké, okay, ja. Straatwerk vooral. Hè. Ja. Ja, Vlissingen, dat is gewoon een compleet nieuwe wijk. En dan zorgen jullie dat heel de bestrating er ook ligt? Of, ja. Bestrating en kolken en dergelijke, ja. Maar ik zag jullie laatst ook weer bij de helm bezig en... Maar het komt er bijvoorbeeld vaak op neer dat andere bedrijven een kabel trekken of het een of ander en dat jullie het dan weer dicht... Ja, voor de gemeente Middelburg doen wij alle kabelsleuven dicht te laten, ja. Ja, maar jullie zijn niet per se de hoofdaannemer die altijd voor de gemeente werkt, zo nee, is het niet. Nee, dit is afgesproken met de gemeente Middelburg. Ja. De kabellegger mag zelf niet dicht te laten. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een bepaalde kwaliteit. Ik bedoel meer van, want ja, ik zie echt in de stad, meestal jullie wel, of zijn er dan ook nog heel veel andere partijen die het... Ja, heel veel andere partijen, ja. Maar jullie zijn het beste natuurlijk. Ja. is er nou ook heel veel veranderd in de loop van de jaren? Want ja, jullie hebben veel machines hier staan. Ik zal straks ook nog even in de loop gaan kijken. Ja, vroeger ging alles met de schop en de hamer en ja. Ja. Met de hand. Ja, met de hand, ja. Maar je ziet wel gewoon de stratenmaker zelf, hè, om toch maar weer even die te benadrukken. Ja, die zitten eigenlijk nog steeds toch op hun knieën te timmeren. Of hoe noem je het netjes? Tikken. Tikken, te tikken, ja. Dus dat werk is nog steeds zo zwaar als het vroeger ook was? Ja, absoluut. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, sommige dingen worden wel machinaal gedaan als het oppervlakte daartoe leent, maar het sleuvenwerk wat wij doen is voornamelijk handwerk. Ja. Maar zijn die mensen nog makkelijk te vinden? Want, dat is mensen... best moeilijker. Ja, het is een uitstervend beroep. Ja, want ik zag gisteren ook verschillende mensen reageren van ik heb toch altijd bewondering voor de stratenmaker die dat 25 jaar doet met zijn gebogen rug en allemaal. Maar het is inderdaad... Het is gewoon zwaar werk in weer en wind. Ja, ja. Vorige week met die vorst ging het dan niet. Maar voor de rest zitten ze eigenlijk altijd buiten. Hoe ziet jullie dag er nu vandaag uit? Ik heb nog wat calculaties te doen en wat facturen maken. En misschien nog eens een keer naar buiten als het mooi weer is. Ja, nou, het wordt zachter nu. Ja. En voor mij, ik moet de mensen langs kijken waar ze bezig zijn, wat of er nog is en de voortgang ervan. Ja. Een probleem oplossen, ja, eventueel.
Goedemorgen, ik zag je net wegrijden, maar nu zijn we echt op de werkvloer in de binnenstad. Ja. Wie ben jij? Ad Flipsen. Oh, zag ik jouw naam gisteren ook al niet voorbij komen bij oude foto's? Zou best kunnen. Want hoe lang zit jij al bij Gelder? 37 jaar. Dat is lang, hè? Ja. En nog steeds naar je zin? Ja. Ja? Ja. Dit is de hele herinrichting van de Turfkaai en de Nieuwe Haven? Ja. Ja in twee fases. De weg dat is de volgende fase naar de zomervakantie voor anderen aannemen. Wij doen enkel deze kant trottoirs en de parkeerstrook. En ze zijn ook de leiding aan het vervangen hier? Ja, als een water hebben ze eerst vervangen en een nieuwe laadpanningskabel. En daarna komen wij achteraan. Nou ja, dus je hebt je werk nog wel. Ja, kunnen we even vooruit. Dan zou ik zeggen, werk zo vandaag, dankjewel. Dit is wat de horeca doet tegenwoordig. Ja, echt niet doen, jongen.